Dat is hier de stal. Maar hier is de zadelkamer. Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een super veel aangevraagd video. Namelijk een staltour bij Jetje, of bij Spikke, of bij wie dan ook. Ik ga vandaag tenminste bij Jetje doen. En ik ga jullie meenemen. Ik ben alleen, dus het is misschien iets lastiger filmen. Maar ik probeer het zo goed mogelijk voor jullie te filmen, dus laten we maar gauw beginnen. Dit is het pad waar je op komt. Mijn fiets staat hier mooi tegen het hek, ja, zoals jullie zien. En dan zie je daar als eerste al meteen een huisje. En dit is de stal. Dus daar gaan we als eerste heen. Waar ik dus ook altijd heen loop, is dan... gewoon het pad af. Dan heb je daar een hekje. Maar hier is dus de stal en de stalkat. Ja, je bent zo lief. Dit is Jetje's stal. Het is best wel donker binnenin, maar hier hangen wat spullen van de eigenaar. En ik zal anders even via de andere kant ingaan, dat is misschien wel handiger. Wat is er? En dan heb je hier dus een poortje waar je doorheen kan. De rest laat ik jullie zo zien. Ik ga eerst even naar de stal. Dus hier... kun je er ook in. Hier staat dus Daisy. En dan is hier de stal. In het eerste vak staat Jetje en in het andere vak staat Daisy. En die kun je zo dicht doen met deze. Zodat Daisy dan daar staat. En dan hebben ze hier gewoon allebei een hooiruif met echt super veel hooi hebben ze altijd. Echt gewoon 24/7 hooi. Dat is natuurlijk super fijn voor hun. En hier hangen nog wat spullen van de eigenaar. En daar zo is een kas met nog heel oud tuig. Maar er is nog een andere zadelkast en die laat ik jullie dan straks zien. Als je uit de stal komt zie je dit. En dit is al het eerste weiland en daar staan de ponies op het moment in. Ze verplaatsen steeds van wei. Dit is de wei die bij de stallen is. De andere weide zal ik jullie straks laten zien. En hier staan de ponies nu dus in. Daarachteraan heb je Jetje met haar moeder Daisy. En hier Rian met haar moeder Cindy. En er lopen ook super veel kippen rond hier. Dus je ziet hier één en daarachter is ook een kippenhok. Het is wel afgezet zodat de ponies er niet bij kunnen. Oh ja, altijd als ik bij het hek ga staan, komen deze Jetje dus nu ook. Hey meisjes! Ik heb ze net gelongeerd, dus ze hebben een halster nog om. Maar ze hebben voor de rest niet een halster om in de wei. Alleen deze soms en Rian heeft nu ook een halster om. Hi! We zijn even een video maken. Ja! Ja! Dan loop je hierheen. Hier is weer een heel lang pad. Kun je daarheen, dat is naar de weilanden, maar ik ga eerst hierheen. En hier is de stal van Rian en Cindy, dat zijn de twee halflingers. Het is een heel groot erf en daar zie je al meteen, dat is hun stal. Dus daar loop ik nu even heen. Voor de rest staan hier nog wat voertuigen en zo waar het baasje mee bezig gaat. Hij ploegt zelf het land en hij haalt zelf het hooi eraf en zo. Dit is Rian's stal, dit is Cindy's stal en jullie hebben ook 24/7 hooi. Het is echt super groen zoals jullie zien. Dat is wel echt heel fijn natuurlijk. En er staat ook een bordje op volgens mij met Rian. Dus volgens mij op de deur. Ja. Hier daar staat Rian en op die andere staat Cindy. Er liggen hier nog wat dingen om de stallen mee schoon te maken. Hier een hooivork enzovoort. En dan loop je door. En hier zijn super veel kippen. Maar hier is de zadelkamer. Het is gewoon een soort huisje. En hangt ook een roskam aan, maar er ligt ook een zweep. Maar ik ga hem nu even openmaken. En dit is de binnenkant. Er is super veel tuig. Vooral van Rian en zo, want hij ment met haar. Allemaal menttuig. En hier ligt wat van ons. Dit is mijn Berwick bed. Dit is een dekje. Zie je bijna niet. Die ligt hier bovenop. Met de teugels liggen hieronder. En dan ligt hier het eerste zadel en hier het tweede zadel. Deze is echt heel oud. Deze is nog vrij nieuw, zoals je ziet. Daar rijdt Kim vaak op Daisy of met Cindy. En voor de rest liggen hier nog mensingels en zo. Dat soort dingen. Hier zo. Bij de kraal uit. En dit deze gebruiken de baas niet super vaak. Maar hier is dus een kraal. Ze hadden gevonden met onkruid, joh.
dat is, en dan is hier een mesbeeld. Yep, hier is dus een mesbeeld. En ja. Nou, dit is zeg maar waar alle stallen zijn en zo. Maar wat jullie in de meeste video's van mij hebben gezien, zijn de weilanden. We hebben helaas geen bak hier bij Jetje. Maar ja, dat komt omdat de eigenaar zelf niet rijdt. Hij ment alleen met Rian en Cindy. Maar dat is allemaal buiten, dus hij heeft geen bak nodig. Is hier nog een weiland? Dit is een hele smalle, lange. Helemaal door het daarachter. En ja, hier waren we dus net. Daar zit. Dan gaan we nu naar de andere weilanden. Die zijn allemaal super groot. En daar staan ze meestal in. Maar nu staan ze dus hier. Ze verplaatsen steeds. En dit is echt een super lang pad. Die ik nu af moet gaan lopen. Maar ja, ik doe het voor jullie. Dan kunnen jullie even de weilanden zien waar ik vooral veel in heb gefilmd. Want daar stonden ze heel erg lang. Een paar weken. En nu staan ze weer hier. Als jullie willen dat ik ook een staltour ga doen bij Spikkel en Malu, laten we dan ook zeker weten. Ik dacht, ik ga hem als eerst bij Jet doen, want ja, ik was hier vandaag en ik wil graag weer een video op gaan nemen, aangezien ik bijna op vakantie ga en heb ik wel video's nodig voor jullie. En toen dacht ik aan een staltour. Zo, zijn we nu bij het bosje en dit is het bosje waar ik ook soms met Spikkel rijd. Ik zal jullie zo laten zien, misschien herkennen jullie het dan. Als je hier namelijk aan het einde bent. Dus dit die wei waar ik soms dan met Spikkel in rij. En waar ik dan met Spikkel rij is dit bos, zeg maar. En daarachter helemaal, want daar zo Spikkel. Daar en dan een heel stuk die kant op. Maar hier moeten wij heen voor Jetjes weiland. Dus namelijk daar. Daar zo, daar lopen we nu even heen. Hier zat een leuk bankje, niet dat ik er ooit op zit. En dan is hier een weiland. Ja, weilanden. Ik ga er even langs heen. Het hekje is namelijk een beetje kapot, dus ik ga er altijd zo... langs. Dus dit is een eerste weiland. Die staat nog best wel vol, zoals jullie zien. Best wel veel gras. Dit is een andere weiland. En hier stond ze best wel lang op, dus die is best wel leeg gegeten. Dan is daar een pad en daar de boortoren, die jullie misschien wel kennen. Want de wei achter die boortoren is ook van hun. En daar zit ook een heel leuk vijvertje bij en zo. Dat is een allergrootste wei. Die is daar achter de boortoren dus. En deze wei hebben ze dan nog. En deze wei en die bij de stallen. En die bij de boortoren. Was dit Jetjes stal alweer. Echt super groot. Ja, vooral heel veel weilanden. Maar ook best wel groot terrein. Ja, Jetje staat trouwens in de zomer 24/7 buiten. En in de winter staat ze in de nacht op stal. En soms hele dagen op stal.